Zaterdag 3 februari aanstaande is het weer zover, want dan wordt de nieuwe toizoombus gehouden, en dit keer op een nieuwe locatie, namelijk het mooie plaatsje Harlem, de stad van de Helden. En helden zullen er ruim aanwezig zijn. Dit jaar wordt de eerste toizombus gehouden. In het partycentrum op de Sportweg 8 in Halen. Een ruimte van wel 250 vierkante meter. Er zijn daar voldoende gratis parkeerplaatsen en een busverbinding in de buurt. En de toegang is slechts 4 euro per persoon. Het betreft een bots bus. en dat betekent dat, hoewel er ook andere speelgoed te vinden is, onze beroemde robots uiteindelijk alles zullen overheersen. Huidig hebben de volgende grote dealers zich al gemeld daar aanwezig te zijn. Als eerste aanwezig is uiteraard Teletoys, een van Nederlands grootste vintage speelgoedwinkels. En reeds al helemaal bekend in Haarlem, niemand minder dan onze dappere speelgoedcowboys, de Toyboys. En nog een held PPR Robots, een Facebook ridder die ook op beurzen zijn mannetje staat. En ook de Marktplaatshelden zijn volop aanwezig. Zoals JWS Toys met zijn uitgebreide verzamelingen. Of wat dacht je van de enthousiaste Kenneth Collectibles? En dat hij enthousiast is kunnen we altijd zien in zijn podcast via het YouTube kanaal Transformers Masterpiece. En als we het over helden hebben, dan moeten we hem noemen. Onze grootste Autobot Pro-fan, Johnny. Met zijn creatief bewerkte figuren. En natuurlijk ook aanwezig onze grootste helden van de organisatie. En ook ik zal aanwezig zijn als reviewer. Ik ben herkenbaar aan mijn cowboyhoed. Ook dit keer zal een loterij gehouden worden. En overige kleine activiteiten zijn. Entertainment voor jong en oud. Dus kom allemaal snel naar de Bots onnibus Waar helden tot leven zullen komen. Zaterdag 3 februari. In het partycentrum op de Sportweg 8 in Haarlem. Open van 11 tot 5 uur. En hopelijk zie ik jullie daar. En wie vaker wil communiceren met mede Transformers fans, kan terecht bij de Nederlandse vormsite Transformers.nu. En wie nieuwe of zeldzame Transformers zoekt, kan natuurlijk een weg banen door de jungles van de vele marktsites. Maar je kan ook laten weten wat je zoekt op habit.nl. En dat was het weer voor deze video. Is mijn video leuk genoeg? Geef dan een like. Reacties, tips en verbeterpuntjes zijn ook altijd welkom. En als je geen Transformers nieuws wil missen, abonneer dan op mijn kanaal. En ook nu weer Transform uh, rollout.